Oké, nou, het is de dag van de wedstrijd. Ik ben de bidons met heet water aan het vullen. En er zit al wat torpoeder in. Dat heb ik gisteren al gedaan. We vullen ze nu met heet water. Niet te vol, want anders wordt de bidon veel te zwaar. En vervolgens doen we op het ijs, vullen we nog een klein beetje aan met heet water uit thermoskannen. Zodat ze hopelijk een warme bidon in hun handen krijgen. En ze niet ijskoud water hoeven te drinken. Ik wil even die jelletjes uit. Welke smaak wil jij hier? Hier, jij strawberry? Ja, deze is best goed. En deze, forest fruit? Ja. Zo. Deze hoef je dus niet open te scheuren, ja, hè? Doe niet. Want dan zit ik er weer onder. Sinds dit seizoen gebruiken we Tork sportvoeding. Het is allemaal fair trade en organisch. En ja, we gaan er dit seizoen al best wel hard op. Dus ja, wij zijn er heel blij mee. Beetje opgewarmd, maar we gaan nu terug naar het huisje om lekker te douchen en ja, lekker masseren. Hoe ging de wedstrijd? Hij was ingekort, we zouden eigenlijk 80 kilometer rijden en hij werd ingekort tot 60 kilometer omdat het zo koud was. Halverwege de koers reed er echt een groepje weg en daar zat Merel bij. En ja, dat groepje kreeg een serieuze voorsprong, 2 minuten. Ja, meer misschien kan je zelf vertellen ja. Hoe je dat het beste kon doen. Nou, toen gingen we eigenlijk de laatste ronde in en toen dacht ik, oké, sparen, slim rijden. Dat heb ik een beetje geleerd van die meiden. En ik dacht van, nou, Elma die was zo sterk, dus ik dacht van, nou, ik moet gewoon achter Elma zitten. We gingen de laatste bocht om en Ankie kwam kop en toen was het nog een kilometer. En Ankie bleef op kop en tot 500 meter, toen is Elma geloof ik zelf maar gegaan en Bianca daarachter. En daarachter ik en ik lag heel lang op de derde positie en net voor de finish kwam Corina nog even mij inhalen. Dus toen werd ik vierde. Dat is echt de meest ondankbare rotplek, om zo te zeggen, die ik heb gehaald. Maar ja, ik heb alles uitgehaald wat erin zat. Ik was leeg. Ik kon niet beter op dit moment. Dus hier, wat zeg jij ervan? Nou, volgens mij heb je al een aardige samenvatting gegeven. Dus ik zal het kort houden. Nou, het was ten eerste vond ik het met de kou eigenlijk wel ja, best wel meevallen. Tenminste, ik had goede kleren aangetrokken, goede keuze gemaakt qua kleren. Merel weg was met de koproep, toen begon bij ons eigenlijk de optocht. En werd het ook wel een beetje koud. Maar ja, goed. Wat dat betreft, qua weer viel het gelukkig alles mee en was goed ijs. En het is gewoon super mooi om hier te schaatsen. En, nou ja, Merel heeft alles gegeven wat ze in zich had en
Dan denk ik dat we daar hartstikke kut trots op mogen zijn. En ja, na zo'n weekje niet fit zijn, is het hartstikke netjes wat ze heeft laten zien. En er zit zeker nog veel meer in. Dus goed herstellen en op naar zaterdag, zou ik zeggen.